Hier zien we een antieke kaart van Haarlem. Een mooie aanleiding om Haarlem te bezoeken. We rijden Haarlem in via de Schipholweg. Voor het Spaarne rechtsaf de Schalkwijkerstraat op. We volgen de parkeerroute. Over het Lange Herenvest. We zien de Amsterdamse Poort, het begin van de oude weg naar Amsterdam. Dit is de enige overgebleven poort van de 12 stadspoorten. De Koepelgevangenis. Deze sluit in 2016. Molen de Adriaan aan het Spaarne is ingericht als museum. Het doel van de reis is de Grote Markt en de Bavelkerk. Rechts, het gebouw met de zuilen, is de ingang van het Tijlershofje. En hier met de vlag uit, het Tijlers Museum. We gaan parkeren in garage De Appelaar onder het centrum. We gaan de Grote Markt, het stadhuis en de kerk bekijken. Hier zien we het stadhuis. De Sint-Bavo-kerk domineert het plein al meer dan 600 jaar. Het orgel is wereldberoemd, bijna 30 meter hoog en met meer dan 5000 pijpen. Mozart en Händel hebben er nog op gespeeld. Op het orgel staan levensgrote beelden. Opvallend zijn de cederhouten gewelven. In de kerk hangen Hollandse kroonluchters. We zien lantaarns en wandlampen. Deze drie scheepsmodellen zijn een geschenk van het Schippersgilde. Dergelijke schepen werden toen aan het Spaarne gebouwd. Het koorhek is een meesterwerk uit 1517. Het wordt bewaakt door honden en leeuwen. De vloer bestaat volledig uit grafzerken. De oudste dateren uit de 15e eeuw. De hoogte binnen is 29 meter. Een flat van 10 verdiepingen past hierin. Het uurwerk met één wijzer symboliseert het begin van de tijd. Zo, even pauze. We gaan naar Brinkman. Ook hier hebben ze grote kroonluchters. We lopen nog een rondje om de kerk. Het museum De Halle voor moderne kunst. En souvenirs voor later. Vlaamse frieten. Het wordt tijd om naar de auto te gaan. We gaan nog een stukje door Haarlem rijden. Langs het Spaarne de oude gedempte gracht in. We worden herkend. Via de Nassaulaan. Op snelheid door het Kenalpark met monumentale herenhuizen uit de 19e eeuw.
We zijn achter het station. We willen nog naar de Dreef, dus we rijden weer langs het Spaarne. Hier gaan we de Dreef op, met links het provinciehuis. En dan voor de laatste keer vandaag het Spaarne over. Het was een leerzame trip.